gong. Goedemorgen, goede vriend. Ah, magere. Wat kijk je? Ja, het schiet op, hè? Het schiet op. Domme kok. Ik ken je niet meer terug. Nee. Maar goed, ja. Veel sporten, veel bewegen. Ja. Dus we zijn op de goede weg. Maar, hoe was jouw week, joh? Ja, goed. Ja? Ik heb flink er tegenaan. Ik had een geweldige opdracht uit Nuremberg, geloof ik. Dus uit ik heb eigenlijk de hele dag zitten werken. Ja, dat kennen ze hier niet, dus daar kom je wel op. Ja, daar kom je wel, hè. Kom je wel aan de bak. Juist. En ik heb een flink aantal mensen over de politiek gesproken. En ik wil even de groeten doen aan de Venlo's, Jesse Klaver, Ton Vraag, want die zit nu in bad. De politiek, ja, het is wat, hè. God. Het zijn wel fans van ons, hè. Ja, ja. Het zijn wel fans van ons. Ja, ik vind wel, ze kijken allemaal. Nou, ik was van de week even bij Jos Teven. Die heeft met even het een en ander uitgelegd hoe dat werkt dadelijk in de politiek. Onze demissionaire... Demissionair? Ik weet dat hij 28 maart nog dingen getekend heeft. We hebben netjes koffie gekregen. Ja? Daarboven met die tuinmeubelen boven, heb je... Ik heb mooi kantoor heeft hij. Ja, met dat, tuinmeubelen. Was het dan nog zo warm? De laatste keer dat ik daar was, man, het water liep me goed. Maar ga, maak je verhaal af. Nee, nou goed, ik was daar, want hij is ook van de cultuur, hè, dus ik was natuurlijk voor de bronzen beelden en ja, ja. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar in het voorgesprek legt hij toch even uit hoe dat werkt. Dadelijk komen allemaal die linkse jongens aan de bak, hè. Ja, en dan gaat die goed. Gaan dan 180 graden andersom. Maar dat gaat niet door, zei meneer Teven. Oké, okay. Steekt hij een stokje voor of wat? Nou ja, goed, die gaat natuurlijk zeggen van jongens, ja, maar dit loopt al, dit moet jullie even afwerken. Ja. En niet zomaar even de stekker eruit trekken. Ja, Neem bijvoorbeeld de windmolens. Ja, chic, hè. Die gaan er toch komen, hè. Die provoel, maar die komen ook uit de linkse hoek, hè. Jij kan er rustig aan staan, want die haren van jou zitten altijd door de war. Dus je kunt rustig bij zijn windmolen. Zwaar weer, mannen. Ja, maar dan zie je, dan kun je hier zeggen wat je wil. Maar die provincie, die bepaalt dan op een gegeven ogenblik. Ja, hoe werkt dat dan? Ja, die hebben gewoon opdracht van de overheid. Maar ik dacht al, als ze die nou gewoon aan één kant en van de Maas en de andere kant, dan hangen ze een kabel tussen. Ja, en? Een windmolenkabel, molenbaan. Zei Sjoerd van IJssel nog, dat die windmolen vindt hij mooier als een kabelbaan. Maar ja, dat die kabelbaan niet doorgaat, dat vind ik nog tot daar toe. Ja. Maar, wat dan? Wat gaat er dan gebeuren? Nou, kok omgooien. Eerst kijken wat er met dat kazerneterrein gebeurt. Ja, ja. Wat gebeurt er? Nog steeds niet duidelijk. Nee, ik zou daar gewoon een voetbalstadion van VVV neerleggen. Is dat nou zo moeilijk om daar een plan over te... Nee, daar is een plan van... En centen zijn er toch ook? Waar dan? Ja, maar bij ondernemende economie draait als nooit tevoren. Dus ja, dat klopt. Ja, ik heb van de week ook gelezen dat ze nog van meneer Rutte nog 18 miljoen extra krijgen. Ja, heb ik ook gehoord. Maar ja, dat zal waarschijnlijk in de gaten gegooid moeten worden. In de gaten te dichten. Ja. Ja, kunnen ze ook een metselaar bellen, maar goed. Ja, want ik heb ook gezien deze week dat ze voor de deur hadden ze het familiediner, zo'n lange wagen staan. Ja. En ik zeg nog, waarom staat hij nou net voor het stadhuis? Maar dan kan burgemeester wethouder zo erin. Om iedereen excuus aan te bieden. Nou, die hadden er zo 5 wethouders in kunnen. En sorry tegen het volk. Ja, want dan komen de lezen... jou, hè, Q4, hè, er is zoveel gebeurd. Kom. Dus, hadden ze ook sorry. Breng me de bek niet op. Die, hoe heet die man ook alweer die dat presenteert? Ik weet, jij ook niet. Die liep daar een beetje rond. Ja. Ruud Broekhoven. Ja? Nee. Hoe? Ben van Leeuwen. Maar ze kregen niemand. Hij heeft wel van Leeuwen, maar geen Ben. Maar ze kregen niemand in die auto, hè? Hoorde nee, ik. Maar ik had er graag in gezeten. Ik ook. Twee samen. Dan moet je nu aan mij vragen tegen wie had je sorry willen zeggen. Dan. Tegen wie had je sorry willen zeggen, kok? Had ik gezegd, tegen mijn schoonmoeder had ik me sorry tegen je schoonmoeder? En waar is en die nu? En dan had hij gezegd, nou dan rijden we daar naartoe. Ja. Had ik gezegd, dan moeten we naar de Blerikse Bergen, want ze liggen een meter of 6 diep. Nou, dan maak je geen grapje. Excuus. Dan maak je geen grapje, excuus over familie. En mijn excuus, familie, allemaal. Ja. Mijn familie kijkt toch. Hey, maar dat is toch allemaal wat. Het dan heb je windmolens, kabelbaan. Ja, ik vind dat wij als Venlonaren gewoon misschien toch zelf een idee op papier moeten zetten voor dat kazerneterrein. Ja. Toch? Daar ben ik met je eens. Ja, ik vind gewoon puur dat vocht redden en daar met een bootje omheen, midden conservatorium wat concerten laten geven, een stukje van de boete, gewoon de boetezitting, dat daar de Hollanders met André Hazes kunnen gaan staan. We kunnen er heel veel, maar je moet het plat, je moet het uit de grond stampen. Of wat jij net in het voorgesprek zei, dat daar een stadion... Ja VVV, zeg ik trouwens met een... Bert van Leeuwen. Ja, Bert, goed.
Ja, we moeten opschieten, want hij moet naar zijn moeder. Die wordt 65 jaar. Zijn moeder wordt 65 jaar. Hij moet naar Dordrecht. Ik weet niet, want Ruud is al 45 en zijn moeder 65. Dus hij ziet eruit 20. Ja, dat is toch jong moeder geworden? Ja, hij is jong moeder geworden. Je wist ook mam, proficiat hem. Je wist ook waar Abraham de Mosterd vandaan had. Nou, nog één dingetje wilde ik eigenlijk zeggen. Nog één dingetje. Iets met de tuin, denk maar ik. Wat wilde ik? Nee, nog niet. Daarvoor wilde ik nog iets zeggen. Oh, je had nog iets, ja, dat weet ik. Dat wou je me niet zeggen voor de uitzending. Ja. Ah ja, goed, ik heb even Omroep Venlo gekeken. Daar doen ze tegenwoordig pottenbakken in plaats van film maken. Ja. Onze Ruud is bij de koning geweest. Ja, nee, bij de koning. Nee, dat stond erin met foute schoenen. Ja. Weet je wat hij daar deed? Die ging daar een compostfabriek openen in Milsbeek. Een compostfabriek? Er wordt 600.000 kilo stront per jaar verwerkt. Ja. Ik zei, nou, dat ze bij mij thuis ook kunnen komen. Dan zou ook een tonnetje of 3-4 op kunnen halen, denk ik, zo op jaarbasis. Kun je dat niet ergens in een tuin gooien? Ik bedoel, ik wil een brugje maken. Over tuin gesproken, ja, beste mensen. Als je nou lekker de tuin hebt opgeruimd en een beetje aangeharkt, dan ga je nu dit komend weekend naar Arsen, naar de Lentemarkt.